Door nieuwe milieumaatregelen mogen volgend jaar ook veel marktkramen de binnenstad niet meer in. De uitbaters eisen een uitzonderingspositie. Nijmegen krijgt vanaf 1 januari 2025 3 zero-emissiezones. De binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Met het invoeren van deze zones wil de gemeente dat deze gebieden goed bereikbaar, schoon en veilig zijn. Maar voor veel marktkooplieden en de bijbehorende marktkraamwagens is zo'n zero-emissiezone in de binnenstad een groot probleem. Het gaat om die elektrische auto's die ze ons allemaal aan willen smeren, terwijl we een goed materiaal hebben. Dus wij rijden in feite te weinig kilometers. Wij rijden niet elke dag met een wagen op de markt, hè, om nieuwe investeringen te maken. En die investeringen zijn zo groot dat er voor de klein zelfstandig gewoon niet te doen is. Wethouder Cilia Dame laat het volgende weten. Onze stad groeit en daarmee het logistiek vervoer ook. Deze voertuigen stoten schadelijke stoffen uit en slimme en schone stadslogistiek vindt de gemeente belangrijk. Daarom neemt de gemeente maatregelen voor schone lucht, zoals het invoeren van zero-emissiezones. Deze 3 zones zijn gekozen omdat hier het meeste logistieke vervoer rijdt of wordt verwacht in de toekomst. Ik denk dat we het eerst mogelijk moeten maken om het te kunnen verwezenlijken en dan pas in gaan voeren om het te gaan doen. Zo het nu gaat het niet. Marktkooplui verzoeken samen de gemeente om een algehele ontheffing voor ambulante handel tot 2030 af te geven. Marktondernemers hopen dat tegen die tijd elektrische bussen en vrachtwagens met voldoende capaciteit en laadvermogen betaalbaar zijn. Dat is voor de MKB niet betaalbaar. En dan praat je over 150.000 tot 200.000 euro. Dat is niet betaalbaar voor de MKB. En niet hetgeen wat wij rijden. Wij rijden bijvoorbeeld een hele week op 4 markten 300 kilometer. Wethouder Dame zegt hierover het volgende. Het signaal van de marktkooplieden is bekend. Deze ondernemers hebben op dezelfde manier inspraak in de besluitvorming als andere ondernemers. De gemeente doorloopt hiervoor een uitgebreide procedure van 6 tot 9 maanden. Nijmegenaren kunnen de besluiten inzien en reageren. Deze reacties wegen mee in het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt. Ondernemers hier op de markt in Nijmegen laten weten dat ze niet tegen het plan zijn, maar dat het simpelweg niet haalbaar is. Vooral voor kleine ondernemers is een investering in een elektrisch voertuig te groot. Bovendien zijn er geen laadpalen en kunnen ze hun voertuig tussentijds niet opladen. Ze zeggen dat de gemeente dit goed heeft bedacht op papier, maar dat het niet uitvoerbaar is. Nou, dan denk ik dat van de meeste collega's, 90%, gewoon vernietigd is. Want dan kunnen ze niet verder. Want dat materiaal is niet te investeren. Een 30-jarige man uit Enschede is maandag veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en het bedreigen van haar ouders in Nijmegen. Hij kreeg een celstraf van 473 dagen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De ex-partner van de man verbleef in augustus 2023 in het Ronald McDonald Huis naast het Radboud UMC in Nijmegen. Ze was ongeveer een week eerder bevallen en het zoontje van haar en de man was ernstig ziek en moest geopereerd worden in het ziekenhuis. De partij Wiegen Lokaal maakt zich zorgen dat de inwoners bij een mogelijke oorlog nergens goed kunnen schuilen tegen drones en raketaanvallen. Bij welke openbare schuilkelders kunnen Wiegenaren terecht? Mocht het ooit nodig zijn? Zo vraagt raadslid Leo Herms zich af, namens de fractie van Wiegen Lokaal. In onze provincie zegt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat elk huishouden een noodpakket gereed moet houden. Dat bevat onder meer flessen met drinkwater, een portable radio met batterijen en voedsel dat houdbaar is. Dat is vanwege mogelijke rampen of zelfs een oorlog. De gemeente West Maas en Waal geeft groen licht aan de plannen om het kindcentrum beneden Leeuwen fors uit te breiden. Om het kindcentrum toekomstbestendig te maken, komt er een uitbreiding van 1600 vierkante meter die naar verwachting in 2027 de deuren opent. Beoogde locatie is het gebied tussen de Van Heemstraweg en het kindcentrum Pax Junior. Plan is om daar een gebouw te realiseren met 2 bouwlagen. Lekker samen chillen, zonder nat te worden. Jongeren in Beneden Leeuwen en Dreumel kunnen daarvoor binnenkort terecht in een overdekte hangplek, ofwel jongerenontmoetingsplek. De behoefte aan zo'n plek bij de jeugd is groot. De gemeente West Maas en Waal maakte deze week bekend de komende tijd 2 jongerenontmoetingsplekken te realiseren. 1 in Beneden Leeuwen en 1 in Dreumel. Bij de keuze wogen de wensen van de jongeren zelf zwaar mee.
Prinscarnaval, dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar in de gemeente Overbetuwe hebben ze nu een eerste prinsescarnaval. Elleveens, uit Slijk-Ewijk, mag daar, vanuit de Waalkanters, het dorp wat tijdens de carnaval Keilenburg heet, vertegenwoordigen. Nou, ik werd eigenlijk onthuld als een prins. En toen kwam er opeens een prinses tevoorschijn. Met een hele lieve adjudant, Kees Vlug. Iedereen was echt verrast. Maar ik word op handen gedragen hier in Slijk-Ewijk. Ik heb ontzettend hele leuke reacties gehad. Veel bloemen mogen ontvangen. Ook van de omliggende verenigingen. Prinses Elle geeft graag haar eigen draai aan de carnaval. En dit zorgt voor een frisse wind in Keilenburg. Nou, vrijdag beginnen we al hier met een feestavond, glitter en glamour party. Nou, iedereen mag lekker shinen. Ik hou wel van shinen. Daarom ben ik ook met deze jurk naar een trouwwinkel geweest in Arnhem. We hebben 2 carnavalsoptochten en we gaan iedere avond zijn we op stap naar de omliggende dorpen. Nou, mijn highlight van de carnaval was toch wel de pronkzitting. En in het bijzonder dat de familie er was, vrienden waren er, heel veel dorpbewoners. In de regio zijn nog weinig prinsessen te vinden. Het is dan ook een hele eer voor Elle om de eerste prinses in de Overbetuwe te zijn. Nou, een traditie is doorbroken eigenlijk, want het is altijd een prins. Vanaf mijn 18e vier ik al carnaval hier in Slijk-Ewijk. En het is altijd een prins geweest, ook in onze omliggende verenigingen hier in de Betuwe. Elle is in het dagelijks leven trotse moeder van 3 kinderen. En samen met haar man runt ze een fruitteelbedrijf. En als prinses heb je natuurlijk een motto. Mijn motto is pluk de dag en zeg nooit nooit. Pluk de dag is van je moet iedere dag aangrijpen. Want je weet niet wat er morgen kan veranderen in je leven. En daarom heb ik ook, kijk, mijn onderscheiding is ook een appel. En we hebben ook een fruitteelbedrijf. Dus het is ook letterlijk pluk de dag. Dan kijken we nog even naar de berichten op de sociale media. Wethouder Wijn te Hol van Overbetuwe plaatst op Instagram een foto van een moment op 1 februari. Waarop de gemeente een handtekening heeft gezet voor de bouw van 31 woningen in Randwijk. De start van de bouw staat gepland voor begin 2025. Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst zijn er veel vragen gesteld. Zorgen geuit, maar ook tips en aandachtspunten gegeven. De Nijmeegse Stadsschouwburg en de vereniging neemt afscheid van cabaretier Joep van het Hek. Voor het weekend stond hij met zijn afscheidstournee voor de laatste keer op de planken in Nijmegen. In totaal heeft van het Hek zeker 38 keer op de Nijmeegse podia gestaan voor in totaal meer dan 33.000 mensen. En ook het laatste bericht komt van Stadsschouwburg en de vereniging. Want vandaag bestaat Concertgebouw de Vereniging precies 109 jaar. Op 6 februari 1915 werd de grote zaal in gebruik genomen. Van harte gefeliciteerd. Je hebt het vast al wel gemerkt, maar het weerbeeld is momenteel vooral onstuimig en zacht. Dat zal de rest van de week ook nog wel even zo blijven. Vanavond en vannacht trekt er een regengebied oostwaarts over het land. Ook in de vroege ochtend kan het daardoor nog wat regenen morgen. Verderop in de dag is het vaker droog en kan ook de zon zich even laten zien. Het wordt daarbij zo'n 9 graden. De donderdag belooft vervolgens de slechtste dag van de week te worden. Er valt veel neerslag, zo'n 14 mm, en de temperatuur komt niet boven de 7 graden uit. Daarbij staat een stevige wind die het maximaal 4 graden laat aanvoelen. Vrijdag is het weer wat zachter, maar er valt eveneens veel regen. In het weekend neemt de regen geleidelijk af. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 6 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons ook even op de sociale kanalen. Morgen zijn we terug en dan brengen we onder meer een bezoek aan een bedrijf in Wijchen dat een heel bijzonder verhaal heeft rondom hun 25-jarig jubileum. Je hoort er morgen meer over. Graag tot dan!